Hey, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Het is hartstikke leuk om weer eens een vlog online te plaatsen. En niet zomaar een vlog, maar een ontzettend leuke vlog in samenwerking met Local Taste. Dus blijf vooral kijken en vergeet niet te abonneren als je nog niet bent geabonneerd. En even een duimpje achter te laten, want daar help je mij ontzettend mee. Dus let's go! Hoi, hoi. Nou, ik kom net terug van stage en ik had echt een vreselijke dag. Ik had een presentatie en die ging eigenlijk hartstikke slecht. Hij heeft het erover dat hij wilde denken. Maar ja, dat is nu eenmaal stagiairen zijn soms ergens. Als je een beetje pech hebt, gebeurt dat. En ik heb het overleefd, dus dat was het belangrijkste. En nu ga ik eigenlijk iets heel fijn doen. Ik heb het niet beter kunnen plannen. Maar ik ga nu naar Breda rijden, want we zijn weer in Noorderkempen op station. En ik ga nu lekker naar Breda rijden en daar ga ik heerlijk eten. Ik heb namelijk met Local Taste weer een kleine samenwerking. Waarbij ik naar restaurantjes, naar verschillende restaurantjes mag. En daar een testetje uit mag proeven. Nou, mag proeven. Dankzij Local Taste en die testertjes heb ik, de plekken heb ik gekozen dankzij hun prachtige nieuwe magazine. Dus ik kijk er enorm naar uit, maar we gaan rijden, want anders kom ik te laat. Dus zoals ik in de auto al zei, ging ik met Local Taste lekker proeven in Breda. Local Taste is eigenlijk een bedrijf dat een ontzettend leuk concept heeft. Waarmee je allerlei restaurants binnen Breda kan leren kennen. En daarbij geven ze je ook nog eens een zakje met 10 muntjes. Die je kunt uitgeven bij de desbetreffende restaurants, bistro's, cafés. Om eigenlijk een van hun spullen te proeven. En ik vind dat eigenlijk een ontzettend goed concept. Omdat op die manier je op een hele leuke manier de restaurants en de cafés en de bistro's in Breda kan leren kennen. De horeca kan leren kennen. En ook dus nieuwe plekken vindt die je totaal niet had verwacht dat er waren. Wat bij mij dus echt wel de situatie was. Maar ook gewoon een heel makkelijke manier om later weer opnieuw een restaurant uit te gaan kiezen. En ja, zoals jullie al horen ken ik het concept, ken ik het bedrijf. En dat komt omdat ik ze dus al een paar jaren ken. Tot nu toe is het de derde jaargang, dus ik heb het eerste jaargang maar gezien, tweede jaargang en uiteindelijk de derde. En ze worden alleen maar mooier met het jaar. En wat we dus eigenlijk in de magazine hebben, zijn alle restaurants die meedoen met daar een uitleg over, een verhaal over de plek en de informatie wanneer, waar je moet zijn en een beetje een uitleg wat je zou kunnen verwachten als je proefertje in het restaurant. Buiten dit hebben ze dan ook bij dit concept, zijn ze nu ook bezig met kookboeken. Hebben ze op meerdere plekken in Nederland. En deze heb ik voor mijn verjaardag voor mijn moeder gekregen, omdat ik die zo graag wou. En dat zijn de 76 gerechten van Breda. Het zijn dan echt recepten van ja, de restaurants in Breda. Hun recept, hoe zij het maken in boek. En ik vind dat dus heel leuk, want heel veel restaurants die hierin staat, liep ik elke dag langs of ging ik soms zelfs eten, omdat ik daar zelf dan 3 jaar heb gewoond. Ik kies elke keer als ik het mag doen, kies ik 10 restaurants die ik totaal niet ken. En dit keer heb ik ook weer ontzettend veel restaurants gekozen die ik niet ken. Eentje die ik wel ken, maar waar ik al 3 jaar naartoe wou gaan en elke keer een excuus vond om niet naartoe te gaan. Waardoor het weer een ontzettend leuke ervaring was. Ik zoveel nieuwe plekken heb leren kennen. Maar daar ga ik niet al te veel over verklappen. Want dat ga ik jullie gewoon laten zien. Nou, mijn eerste ritje met de fiets naar het restaurant. Het restaurant zou in deze straat moeten zijn. Onverwacht ook maar 2 minuten te laat. Dus dat is wel heel chill. Nou, we zijn aangekomen in het eerste restaurant Oase en ik start met een lekkere mojito. En wat ziet hij er goed uit? En kijk ook naar de open bar, hoe prachtig. Het voelt hier heel luxueus aan en eigenlijk een hele leuke vibe hier. Mensen zijn ook hartstikke lief, dus
Kijk dan maar uit. Het eten was super lekker en ik heb ontzettend genoten. Prachtig restaurant. Heerlijk rustig. Hele toffe bediening ook. En we zijn alweer bij het volgende. En dat is de Blue Dog met echt een blauwe dog. Zalig. Ben benieuwd. Nou, de Blue Dog was ook weer heerlijk. Het was eigenlijk een super lekker hapje. Ik denk dat het van een hoofdmenu was. En ik kan het je zeker aanraden. Ook een hele leuke sfeer daar binnen. Ik zat in een iets rustigere hoek. Maar het was echt wel een topsfeer. En ik ga mijn fietsje laten staan om dan verder te wandelen. Want we zitten nu in de binnenstad en dan is alles vrij dichtbij. Dus over 5 minuutjes wandelen ben ik al bij het volgende. Onze volgende is lekker aan het water. Het is namelijk... Lawaai papegaai. Wacht, waar is die? Lawaai papegaai. Goed bezig. Zoals je ziet is de zon ondergegaan en ik zie hier lekker bij een lamp van school weer terug bij mijn autootje. Nou, mijn autootje. En ik ben even vergeten te filmen. Nou, vergeet niet. Het was gewoon enorm lawaai omdat het feestavond begonnen is buiten. Dus ik moest even wachten tot ik echt rustiger was en dat is rustiger 's avonds dan de school. Dus ik ben net terug van Lawaai Papegaai en de Korenmaat. En beide waren absoluut heerlijk. Bij Lawaai Papegaai kregen we 2 burrito's en ik heb gekozen voor de vleesvariant. Maar je kunt ook voor de vegetarische variant gaan. Dus voor onze vegetariërs kun je perfect daar ook een proefertje doen. En dan bij het Korenmaat kreeg ik een heerlijke soort stokbroodje met zalm en een wit sausje erover. En dan natuurlijk groene garnituur. En dat was ook echt absoluut lekker en echt een geweldige afsluiter ook. Dus mijn eerste dag is eigenlijk super sterk. Morgen gaan we weer voor 3. En dan sluiten we af met vrijdag met eentje. Waar ik echt al jaren naartoe wil. En gewoon nooit een moment vond. Of een goed genoeg moment vond om naartoe te gaan. Ik word ondertussen opgegeten door muggen, jongens. Daar kijk ik dus ook enorm naar uit. Het is weer 5 uur. Het is al 5:30 ondertussen. Van dag 2 en ik heb een extra gast bij voor vandaag. Half 8. Nou, leuk. Dit is de gast, dus mijn moeder. En wij gaan al naar ons eerste restaurantje. En dat is Fransje Pan, denk ik. Ja, Fransje Pan. En daarna gaan we naar de Zwaan. En als we dan nog honger hebben, waarvoor ik vrees dat dat niet zo gaat zijn, gaan wij nog naar een derde. Maar we gaan eerst van Japan zoeken. Ik kijk er al naar uit. Jij? Ja, ik heb al honger. Nou, we hebben ons eerste proevertje gehad en dat ging eigenlijk ontzettend vlot. Het was prachtig daarbinnen. Ook weer een straat waar ik eigenlijk nog nooit ben geweest, ondanks dat ik hier 3 jaar heb gewoond. Dus daar schaam ik me wel een beetje voor. Heel vriendelijk bedienen. Ja, de bediening was super vriendelijk. Ook aandachtig, dus ze waren er meteen als er iets is. En ja, eigenlijk een lekker plekje om te zitten.
De proefertjes zelf waren ook super lekker. We hebben escargot gekregen. En voor alle mensen die Frans hebben gehad en die het woord kennen. Ja, dat is slak. En nu ben ik zelf iemand die meteen wegdeinst van het woord slak eten. Maar dit was lekker. Het was niet glibberig. Het was niet glibberig. Het was eigenlijk als een klein bruin chorizo vleesje uit. En daar proefde het eigenlijk ook naar. Het rook heerlijk. Het was echt super lekker. Ja. En dan hadden we ook nog een klein zwart ijsje precies. En die was ook echt super lekker. Was artichokcreme met een houtkoolhoornje eigenlijk. Dat was ook echt heel verrassend. Iets wat je totaal niet, althans wat ik totaal niet zo snel zou bestellen. Dus dat was super leuk. En nu zijn we aan de wandel op weg naar het volgende. Allee, eerst naar de auto gewoon wandelen. What are you waiting for? What do you want tonight? We zijn nu helemaal in Prinsenbeek. Alla, helemaal. Net buiten Breda ligt Prinsenbeek, als je het niet kent. En hier zijn we eigenlijk op de markt. En daar gaan we lekker eten bij de Zwaan. De Zwaan. Ja, maar het is niet Zwaan als Nederlands Zwaan, hè? Nee, maar het is een oud Nederlands, denk ik. Oké. Okay. De Zwaan. We zijn benieuwd. We zijn ondertussen terug thuis en we hebben heerlijk gegeten. Ook de laatste in de Zwaan hadden we een heerlijk proeverijtje. Ik ben normaal helemaal niet zo'n fan van asperges, toch wel? Ja. Van asperges. Oh, ik ben even niet zichtbaar. Maar de aspergesoep die we kregen, die ik kreeg, was onwijs lekker. Daar heb ik ook super van genoten. De zalm was ook super lekker en ja, alles eraan was eigenlijk super lekker. Moeder had dan een kipsaté genomen, zodat we misschien toch ook nog wat anders namen. En die beviel me ook ontzettend en mama vond die ook heerlijk. Dus eigenlijk ook wel een hele lekkere menu dat ze daar serveren. Verder was het ook weer een heel gezellig café. Ja, van voor echt een café en dan had je echt een beetje van achter dat je naar boven op kamer ging. En daar had je dan echt een beetje meer restaurantsfeer. Dus dat was eigenlijk wel heel goed gedaan, heel leuk gedaan. Ook de bediening was weer hartstikke vriendelijk en tof. Dus het was weer een heel goed restaurant om te gaan proeven. Morgen gaan we de laatste 2-3 doen. Dus moet ik nog even plannen, want dat was niet echt gepland dat ik er nog 2 of 3 ging doen. Ik zou er morgen maar 1 doen. Dus we gaan even zien wat ik daarmee ga doen. Maar kijk er alweer naar uit. We zijn terug voor de laatste dag en we beginnen met een lekker ijsje met het heerlijk weer. Nou, we zijn bij de eerste weer geweest en het was heerlijk ijs. Echt heerlijk, super. Ik heb een smoothie bijgenomen en mama een ijskoffie. Met karamel. Ja, zoute karamel. Ja, zoute karamel. En die waren ook super lekker. De smoothies zijn daar wel echt groente smoothies. Nou ja, groente en fruit. Groente en fruit smoothies. Dus de groene kun je ook echt spinazie verwachten. En de oranje. Boerenkool ook. En de oranje zat. Paprika zat erin. Ja, paprika. En een wortel. Wortel, ja, onder andere. En dan in de rode zaten er verschillende soorten besjes. Dus aardbeien, blauwe bessen, maar ook rode biet. En hij was zo lekker, maar wel ontzettend vullend. En nu gaan we door naar onze allerlaatste. We hebben 2 muntjes. Je kreeg ook een grote koek met 5 bolletjes. Ja, oh ja, vergeet ik dat al helemaal. Nou, vergeet niet, maar... we hadden dan ook een grote koek met 5 bolletjes. En we hebben achterhaald wat de bolletjes waren. We hadden mango, wat super lekker was. En mijn favoriet was de bloedsinaasappel. Bloedsinaasappel, dat was echt heerlijk. Ook iets wat ik niet zo heel snel zou bestellen. Maar het was echt lekker. Dan hadden we stracciatella. Stracciatelli. Stracciatelli, ik kan al niet praten. Stracciatelli. Snickers. Snickers.
En als hazelnoot, laatste hazelnoot. Ja, en we denken als laatste hazelnoot, daar zijn we niet zeker van. En het was ontzettend lekker. Ook heel leuk dat je verschillende smaken had. En eigenlijk ook heel leuk dat je niet zelf kunt kiezen. Dus dat je eens een keer wat anders neemt dan dat je normaal neemt. In mijn geval, ik ga altijd voor de fruitsmaken en dan vooral framboos en aardbei. Ze hadden ook nog heel veel specialere ijsjes, zoals ja, die Snickers, maar ook ze hadden frambozen. Bubblegum. Bubblegum, maar ja, dat hebben ze ook wel vaker. Ze hadden ook frambozen met ijs. Met de... Kun jij niet alles in mijn ding praten? Dat duurt zo. Ze hadden dus ook frambozen ijs met witte chocola. En nog heel veel andere keuzes, maar we gaan dus vertrekken, want mama is ongeduldig hier. Dus let's go. Het is maar een klein stukje rijden. En vandaag zijn we daar, by the way, in mijn auto, zoals je kunt zien. Dus mama is haar leven aan het herdenken. In de auto bij mij ook al rijk. Heel netjes. Let's go. We zijn terug thuis en we zijn de hond aan het uitlaten. En de laatste local taste muntjes zijn ingeleverd nu. Dus het is helaas voorbij. Het was super leuk. Het was ook weer heel gaaf dat ik zoveel nieuwe plekken heb mogen ontdekken. En aan de ene kant vind ik het dus super jammer dat het voorbij is. Maar aan de andere kant was het ook wel elke keer na school naar Breda wel veel. Dus dat is ook wel lekker weer eventjes. De laatste was dus Holy Moly. Oh, oh. En het was een zeer ja, leuke zaal eigenlijk. Dus zoals op de foto's was het ook wel echt. En het personeel was ook heel vriendelijk. Dus dat is zeker leuk. En het is heel goed gelegen. Midden in de stad. Recht onder de kerk. Dus dat is wel heel leuk. Dus misschien ga ik nog wel eens terug wanneer het echt een comedy night is. Of... een ander evenement, want daar ben ik nog wel zeker benieuwd naar. Oeps. Dus zoals ik al zei, was het ontzettend lekker. Ben ik weer onwijs verrast door allemaal nieuwe plekken op plaatsen waar ik eigenlijk ze ook niet had verwacht. Ik heb alsnog, jongens, ik heb slakken gegeten. Ik ben zo boe van slakken en het idee dat ik een slak zou eten was echt onwaarschijnlijk. Maar het was zo lekker. Dus dat was eigenlijk een hele leuke verrassing voor de rest. Ja, het personeel was onwijs lief. Echt nieuwe plekken leren kennen waar ik toch wel weer terugkomen. Zie jij dit nu en denk jij, oh, ik wil ook lekker gaan proeven, drinken. Wat dan ook in Breda, dan raad ik jullie zeker aan dit te doen. Dit is echt een leuk concept. Bovendien kun je de magazine gewoon bijhouden. En kun je later het gebruiken om te zeggen, oh, wil je ergens gaan eten in Breda? Alsjeblieft, kijk maar waar je wilt eten. Vind ik hartstikke handig. Maar ik zal de website in de beschrijving zetten. Maar ook hier kun je hem zien nu ergens. En ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Dus ja, vergeet dan niet een duimpje achter te laten en te abonneren. En dan zie ik jullie volgende keer weer met een nieuwe video. Tot dan!